een van de grootste veenrestanten in Noordwest-Europa is het Vochteloerveen. Plekken waar water bleef staan, daar begon plantengroei en zo begon er veengroei. Dit is echt een schitterend voorbeeld van een vuurstenen bijl die hier in de omgeving van het Vochteloerveen is gevonden. Stroomafwaarts voer men de rivier op en vanuit daar begon men de veenontginningen. Toen was er nog niet een officiële grensscheiding tussen Drenthe en Friesland. Begin 18e eeuw, midden 18e eeuw, toen waren de grote namen daar de familie Liekema en Nijholt. En zij zagen de potentie van het Vochteloerveen nog. De boekweit brandcultuur, dat is natuurlijk een heel bijzonder aspect van het gebruik van het Vochteloerveen. Ja, ik heb hier dat je ook wel langs zien. We hebben niet veel van de oorlog meegemaakt hier gelukkig. Alleen de grote armada, vliegtuigen. De rol van natuurmonumenten, zo rond de jaren 70, jaren 80, was eigenlijk behouden wat er op dat moment aanwezig was. Het is niet alleen het Hoofdveen. Ik kijk meer naar het totaalplaatje van het Hoofdveenlandschap. Dus dat betekent ook de plassen, de moerassen, de waterpartijen, graslanden en de bossen en de akkers die eromheen liggen.